In het filmpje over de inleiding van stelsels liet ik al vallen dat we drie verschillende oplossingsmethoden zouden bespreken. Het grafisch oplossen van stelsels is een eerste methode die aan bod komt. In dit vorige filmpje kwam dit vraagstuk reeds aan bod. Ik herneem het hier voor zij die het filmpje niet hebben gezien. Seppen en Fien gingen aardbeien en blauwe bessen kopen bij een kraampje aan de kant van de weg. Seppen kocht 2 bakjes aardbeien en 3 bakjes blauwe bessen en betaalt 14 euro. Fien koopt 4 bakjes aardbeien en 1 bakje blauwe bessen en betaalt 13 euro. Ik wil graag de prijs van 1 bakje aardbeien en de prijs van 1 bakje blauwe bessen weten. Wie niet goed weet hoe we aan een stelsel komen en wat een stelsel is, bekijk even het filmpje Inleidingsstelsels. De gegevens van Seppen hebben we omgezet in deze eerste vergelijking. 2 maal de prijs van de aardbeien plus 3 maal de prijs van de blauwe bessen is 14 euro. Voor Fien 4 maal de prijs van de aardbeien plus 1 maal de prijs van de blauwe bessen is 13 euro. Dus we komen aan deze rode vergelijking. Goed, grafisch oplossen. Grafisch, je hoort daarin grafiek. We gaan dus met een tekening of een grafiek dit stelsel oplossen. Vanuit het derde jaar hebben jullie al iets gelijkaardigs gedaan. Jullie hebben toen de grafiek voor een eerste graadsvergelijking van de vorm y is ax plus b leren tekenen. Jullie hebben toen geleerd dat we, als we zo'n eerste graadsvergelijking daar de grafiek van gaan tekenen, dat we een rechte verkrijgen. Bijvoorbeeld, als ik als vergelijking y is 3x plus 2 kreeg en ik zou dat gaan tekenen, vind ik deze rechte. Hoe we dat doen, komt ook bij dit hoofdstuk terug opnieuw aan bod. Goed, dit is het stelsel dat gegeven is. Eerste stap die we gaan moeten doen voor het grafisch oplossen is beide vergelijkingen omvormen naar y. Ik ga er in de eerste fase voor zorgen dat de termen met y in het linkerlid blijven staan en al de rest naar het rechterlid gaat. Voor de blauwe vergelijking 2x van lid veranderen wordt min 2x. Voor de rode vergelijking 4x van lid veranderen wordt min 4x. Ik zie hier bij die rode vergelijking dat y al apart staat in het linkerlid. Y is 13 min 4x, dat is perfect. Dat is waar we naartoe willen. Bij de blauwe vergelijking zit ik nog met een probleempje. Ik heb hier nog die 3 die bij y staat. Dus hier staat nog 3 maal y is 14 min 2x. Ik wil ook die 3 hier kwijt, zodanig dat y alleen komt te staan. 3 maal y, als ik die 3 van lid verander, wordt dat gedeeld door 3. Let goed op, alles wat hier staat, moet ik delen door 3. Ik kan dat eenvoudigweg oplossen door dat als breuk te noteren, waarbij 14 min 2x in de teller staat, in zijn geheel. Goed, beide vergelijkingen zijn omgevormd naar y, dus ik kan overgaan naar de tweede stap. Ik wil voor elk van die vergelijkingen de coördinaat van 2 willekeurige punten bepalen. Jullie leerden in het verleden reeds dat om een rechte te tekenen hebben we 2 punten nodig. En dan weten we dat die rechte door die 2 punten loopt en niet ergens anders nog kan lopen. Goed. De 2 vergelijkingen, ik zet ze hier allebei even apart. De coördinaat van een punt bestaat telkens uit een x- en een y-coördinaat. Ik ga telkens een x-waarde willekeurig kiezen. Dus voor de blauwe vergelijking stel je voor dat x 1 is. Dan kan ik y berekenen door in deze vergelijking, die we hebben omgevormd naar y, x te vervangen door die 1. Dan zou ik krijgen 14 min 2 maal 1 gedeeld door 3. Ook hier, let goed op, als je dit ingeeft op je rekentoestel, dat mag van mij. Maar ofwel gebruik je de knop van de breuk, waarbij je dit in zijn geheel in de teller zet en dan de 3 in de noemer. Of als je een deling gebruikt, moet je 14 min 2 maal 1 tussen haakjes zetten
en dan delen door 3. Zodanig dat de volgorde van de bewerkingen wordt gerespecteerd. We gaan dit even handmatig uitrekenen. 2 maal 1 is 2, dus 14 min 2 wordt 12 en 12 gedeeld door 3 is 4. Ik vul de tabel hier aan. Ik krijg als x-waarde 1, als y-waarde 4. Dus het koppel dat ik vind is 1, 4. Tweede keuze voor x. Opnieuw, ik kies dit volledig zelf. Stel je voor dat x 2 is. Opnieuw gaan we daarbij x vervangen door 2. Dus ik krijg 14 min 2 maal 2 gedeeld door 3. 2 maal 2 is 4. 14 min 4 is 10. Als ik 10 deel door 3, krijg ik 3,3333 enzovoort. Nu zitten we hier met een klein probleem. 3,33 enzovoort is namelijk moeilijk te tekenen op een grafiek. We zullen dat niet zo correct kunnen plaatsen, waardoor onze grafiek misschien niet mooi loopt waar dat ze moet lopen. Ik ga er dan voor kiezen om die x-waarde 2 gewoon weg te laten. Ik heb dat berekend, dat is jammer, dat is een stapje te veel. Maar we gaan eens proberen of we mijn andere x-waarde wel gaan geraken. Stel je voor dat x 4 is. Dan krijgen we y, vinden we door 14, min 2 maal 4 te doen en dat te delen door 3. 2 maal 4 is 8 en 14 min 8 is 6. Y is 6 gedeeld door 3 en dat is 3. Excuseer, 2 uiteraard. Y is 2 is wel een mooi rond getal. Dat gaan we wel netjes op een grafiek kunnen tekenen. Dus dat ga ik gebruiken. En ik vind als koppel 4, 2. Goed, ik heb 2 mooie punten gevonden voor de blauwe vergelijking. Ik ga nu over naar de rode vergelijking. Hetzelfde principe, ik ga x willekeurig kiezen. Stel je voor dat x 1 is. Dan vinden we y door 13 min 4 maal 1 te berekenen. 4 maal 1 is 4. 13 min 4 wordt 9. Kan ik netjes tekenen. Dus ik krijg als koppel 1, 9. Ook hier, hè, 9 kan nog net op een grafiek, maar stel je voor dat je als y-waarde een veel te groot getal krijgt. Ik denk bijvoorbeeld aan 35, 100, wat dan ook. Ook dat kan je niet netjes op een grafiek zetten. Schrap datgene dat je gevonden hebt dan en kies een nieuwe waarde voor x, tot je wel een y-waarde vindt die netjes op je blad zal passen. Tweede keuze. X is 2. We hadden dat hier uiteindelijk niet gekozen, maar we hoeven niet dezelfde x-waarde voor de twee vergelijkingen te gaan kiezen. Dat mogen bij beide vergelijkingen andere x-waarden zijn. We vinden y dan door 13 min 4 maal 2 te doen. 13 min 8, dan vinden we voor y 5. Dus als koppel krijg ik 2, 5. Goed. We willen beide punten van de vergelijkingen gaan tekenen. We gaan beginnen met de ene vergelijking. Het koppel 1, 4. 1 is de x-waarde, dat is op de horizontale as. 4 is de y-waarde, is op de verticale as. Dus hier is x 1, y 4. Die snijden elkaar hier, dus het eerste punt bevindt zich hier. Het tweede punt heeft als x-waarde 4 en als y-waarde 2. Dat bevindt zich hier. Ik raad jullie aan om eerst enkel de twee punten van de ene vergelijking te tekenen. Ik heb nu de kleur blauw gekozen. Ik zou ook voor beide vergelijkingen twee verschillende kleuren kiezen. In dit geval, ik heb die twee punten geplaatst. Ik ga daar dan ook meteen de rechte doortekenen. Dan kan je je straks niet meer vergissen en weet je nog perfect welke twee punten nu bij deze rechte horen. Voilà. Dan ga ik over naar de tweede vergelijking. Ik heb een koppel 1, 9, dus 1 op de x, 9 op de y-as. Ik plaats dat punt. Een koppel 2, 5, ook dat punt plaats ik. En ik teken er opnieuw een rechte door. Goed, ook hier twee verschillende kleuren, heel netjes, heel overzichtelijk. Tot slot moeten we de coördinaat van het snijpunt aflezen, want dat is het punt
met de oplossing die voor beide vergelijkingen hetzelfde is. Het snijpunt bevindt zich hier. Als ik ga kijken op de x-as, vinden we 2,5. Op de y-as vinden we 3. En dat noteren we als oplossingsverzameling, dus V is. We noteren de accolades om aan te duiden dat het een verzameling is. En als koppel 2,5,3. In dit geval kan ik mijn vraagstuk oplossen. 2,5 euro is de prijs voor een bakje aardbeien, want dat is de x-waarde. Die 3 is de y-waarde, dus dat is de prijs van een bakje blauwe bessen. Controleer telkens je antwoord. Als ik 2 keer 2,5 euro doe, plus 3 keer 3 euro, dat is wel degelijk 14 euro. 4 keer 2,5 euro plus 1 keer 3 euro is wel degelijk 13 euro. Dus hetgeen dat ik heb gevonden klopt. Zo. We kunnen dus als antwoord zien zeggen: een bakje aardbeien kost 2,5 euro en een bakje blauwe bessen kost 3 euro. Eventjes het stappenplan nogmaals overlopen om het vast te zetten. Eerste fase. Je vormt de beide vergelijkingen om naar y. Tweede fase. We bepalen voor elke vergelijking de coördinaat van 2 willekeurige punten. Hoe gaan we dat doen? Je kiest de x-coördinaat telkens zelf. De y-coördinaat vind je dan door x in te vullen. We vinden dan een x met zijn bijbehorende y-waarde. Die vormen samen één coördinaat. Ook hier weer. Als je een punt vindt dat niet netjes op je grafiek past, kies dan gewoon een andere x-waarde om y te berekenen. We tekenen beide punten van de ene vergelijking en trekken er een rechte door. Vervolgens teken je in een andere kleur de beide punten van de andere vergelijking en teken je er opnieuw een rechte door. En tot slot lees je de coördinaat van het snijpunt af en noteer je dit als oplossingenverzameling.